Een fruitige cocktail is ideaal om een oude stappen in gang te trappen. Daarom maak ik voor jullie een verse ananascocktail met vodka, limoen en rozemarijn. Ik schil de rijpe ananas en snij hem in stukjes van ongeveer 2 centimeter. Daarnaast stoof ik ze op een zacht vuurtje met 4 takjes rozemarijn gedurende 30 minuten. Nadien verwijder ik de takjes rozemarijn, blender en zeef ik het geheel. Dit laat ik nu afkoelen. Ik pers een halve limoen en vul daarna een longdrinkglas met ijs, 20 ml vodka en het limoensap. Dan voeg ik 100 ml van onze vers gemaakte ananascoulis toe en roer goed door. En wilt je het met wat meer panache, kunt je het ook in een cocktailshaker maken. Ik top af met extra ijs en garneer uiteraard met limoen en rozemarijn. Voilà, een cocktail waardig van onze weekendproefstempel. Santé!